Wat nu echt anders is, is dat we als het ware de hete adem van 2030 in onze nek voelen. Waardoor iedereen nu echt dingen wil gaan doen. Tot nu toe hebben we heel veel gepraat, we hebben agenda's gemaakt, we hebben nagedacht wat je in het beleid zou moeten doen. Maar nu is echt de tijd om het te doen, want 2030 staat voor de deur. Ik ben Jorg Kiekler, ik ben directeur van het Teken in Uw Gas, onderdeel van de topsector energie. En ik houd me bezig met innovatie op het gebied van de groene moleculen, dus vervangers van de huidige fossiele moleculen. De focus voor ons, als we innoveren op het gebied van waterstof, ligt op dit moment op het creëren, op het doen. Het laten zien dat waterstofwaardeketens werken. Dat is de eerste stap. Vervolgens is de stap om dat steeds beter, efficiënter te doen met minder schaarse materialen. De grootste kans die we op dit terrein hebben als Nederland is dat we enorm goed gesitueerd zijn om een rol van betekenis in de waterstofwereld te spelen. Dat betekent dat we goede industrieclusters hebben, we hebben havenfaciliteiten, we liggen bij de Noordzee, we hebben verbindingen met ons achterland en die kunnen we benutten, zeker als we daar onze kennispositie bij optellen. Nou, tegelijkertijd is er een groot nadeel in mijn ogen en dat is dat het beleid nog niet duidelijk is, vooral vanuit Brussel. Dat gebeurt nu te langzaam, daar moeten we op acteren en dat is zonde als we dat nu niet heel snel doen. We hebben samen met het werkveld een innovatieagenda gemaakt en die bestaat uit 5 onderdelen. Het eerste is dat we waterstofwaardeketens willen bouwen van grootschalige opwekking van wind op zee en gebruik in de industrie. De tweede prioriteit is dat we daar ook willen kijken naar de import van waterstof uit andere gebieden in de wereld om hier te gebruiken. De derde is dat we willen kijken naar de inzet van waterstof in de zware mobiliteit, want daar heeft het een toegevoegde waarde. Het vierde gaat over decentrale productie van waterstof, om daarmee de netcongestie in het land te kunnen oplossen om maximaal gebruik te maken van duurzame energie. En het vijfde is, we hebben een heel sterk maakcluster in Nederland en dat willen we meenemen in die waterstofontwikkelingen om daarmee ook economische groei te realiseren. Als je het hebt over cijfers die ik graag wil noemen, vind ik belangrijk 3 tot 4 gigawatt in 2030. Dat slaat op de capaciteit aan electrolyzers voor de productie van groene waterstof die we in 2030 willen realiseren. En dat is eigenlijk best een hoge ambitie. En om daar te komen moeten we alles uit de kast halen. Dus voor mij is dat een soort van magisch getal, 3 tot 4 gigawatt in 2030. Ik ben het meest trots op het feit dat we in de afgelopen 5 jaar een ontzettend sterk innovatie-ecosysteem hebben gesmeed. Dat innovatie-ecosysteem dat bestaat uit bedrijven, groot en klein, uit kennisinstellingen, het onderwijs, overheden, stichtingen, samenwerkingsverbanden, netbeheerders en die hebben allemaal samen bijgedragen aan het vormgeven van dat waterstof-innovatie-ecosysteem. En daar ben ik heel erg trots op, dat dat gelukt is.